Uit. Een goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor een interview zoals aangekondigd met Elvira van Manen. Je ziet hiernaast, die kant hiernaast, de afbeelding van Elvira met haar limousinekalf in natuurbeheer. En ik haal Elvira gelijk even in beeld. Dat gaat nu gebeuren, inderdaad. Goedemorgen. Goedemorgen, even zwaaien allemaal. Yes. Graag even een check of dat jullie ons goed kunnen verstaan. Wie wil even een eentje intikken als het geluid goed is? Dus ik zal even seinen. Geluid, oké, vraagteken. En een tweetje als je ons ook goed kan zien. Dan een 2. Nou, ik hoop even dat het goed gaat. Ik heb hier eventueel nog even een check. Dat het hier goed gaat. Intussen geef ik even het woord aan Elvira om zichzelf voor te stellen. Goedemorgen. Elvira van Manen. Ik ben 35 jaar. En samen met mijn man Jaap en destijds 2 kindjes, inmiddels 3, zijn we oktober, november 2018 op dit bedrijf gestart. We komen zelf niet van een veehouderijbedrijf, of althans niet van een rundveehouderij. Mijn man komt van een kippen- en varkensbedrijf. Maar we hadden de droom om iets met rundvee te gaan doen. En ik had de droom om mijn eigen producten te gaan verkopen. Nou, ja. Zodoende zijn we uiteindelijk hier gekomen. En, in Drenthe. In Drenthe, in het noorden, zag ik inderdaad. Ja. Hoe ver van Assen vandaan, even voor de beeldvorming? 25 minuten onder Assen, 10 minuten boven Hogeveen. Oké, kijk aan, dan weten we een beetje waar het te vinden is. Ik zie inmiddels een berichtje van Jan Korenblek, dat we goed te zien zijn. Dankjewel Jan dat je het even laat weten, top. En ook goed verstaan. Nou, dat is helemaal goed, dus we kunnen wat dat betreft gewoon verder gaan. Kijk. We zijn dus begonnen met het interview, als je net bent ingeschakeld, met Elvira van Manen. Zij heeft dus met haar man samen en de kinderen een bedrijf in Drenthe. En ik zie haar regelmatig op social media voorbij komen. Weet de pers ook goed te vinden, dus vandaar ook dit interview. En dan heb je een bedrijf met koeien, maar dat zijn niet zomaar koeien. Welk ras heb je? Ja, we houden limousine koeien. En daar hebben we eigenlijk voor gekozen omdat we boeren volledig op natuurgrond. Dus we hebben gekeken naar een ras wat goed toekwam met een schraal rantsoen. We voeren ook nagenoeg alleen maar gras of grassoorten. 98% zelfvoorzienend. Alleen mineralen en 4 ton brok per jaar voeren we aan. Kijk, 4 ton voor een heel jaar? Zo, 4 ton voor een heel jaar, ja. We gebruiken 4.000 maar... 4.000 kilo. 4.000 kilo, ja. Ja, en vorig jaar 3.000 en nu kwam met de levering 4.000 beter uit. Dus het is eigenlijk een beetje lokbrok voor in het land. En als de kalfjes gespeend worden bij de koeien vandaan, gebruiken we iets krachtvoer. En op het moment dat de koe wat moeite heeft met opstarten met de melkgift. En wij melken ze niet, dat ik zeg opstarten met de melkgift, maar de kalfjes blijven erbij lopen. Dus het is wel belangrijk dat ze een goede melkgift hebben, zeg maar. Ja. En spenen betekent... Dat het kalf bij de koe weggehaald wordt. En dat gebeurt bij ons na 8 tot 10 maanden ongeveer. Oké, dan gaan die op een ander perceel dan in de natuur lopen? Of? Dat kan, maar dat kunnen we ook in de stal doen. Bij voorkeur, want ze gaan toch wat zoeken. Dus als je ze anders in het natuurgebied gaat afspenen, dan wil het wel eens wat uitdagingen geven om ze weer op te moeten zoeken. Dus bij voorkeur pakken we... Kijk, het spenen bij de moeder vandaan is toch een stressmoment. Dus bij voorkeur pakken we dan de... tegelijkertijd als ze naar stal gaan, dat we ze ook bij de moeder weghalen. Want dan hebben ze maar 1 keer een dipje. Ja, en dan zijn ze toch met z'n allen weer dat ze in de potstal komen. Ik heb inmiddels even de foto erbij van de potstal. Ik weet niet of je dat zelf ook kan zien. Ja, kan ik ook zien. Ja. Oké, prima. Ja. Dan hebben we hier even dat begin. En daarnaast heb je dus de samenwerking inderdaad met natuurbeheer, hè?
Ja, dat klopt. Ja. Wat houdt dat in? Wat doe je anders dan de gangbaar? En gangbaar is dan koeienmelken en niet per se biologisch voeren. Ja, wij zijn eigenlijk afhankelijk van natuurmonumenten en staatsbosbeheer voor ons land. Wij waren starters, dus we konden geen land kopen. Daar hadden we gewoon het budget niet voor. Dus we hebben de boerderij gekocht, de machines gekocht, het vee gekocht en een klein stukje grond, 1 hectare. Zodat we de kalvers en de koeien daar kunnen laten wennen. De rest pachten we van natuurmonumenten en staatsbosbeheer. En dat houdt dus in dat we echt voor al onze voederwinning en al ons graslandbeheer... rekening houden met natuurregels. En ik denk dat dat iets anders is dan wanneer je een gedeelte van je land pacht van die organisaties. Want dan heb je altijd nog je eigen land waar je sowieso goed voer vanaf kan halen. Afgelopen zomer hadden wij bijvoorbeeld best een uitdaging. Heel droog. Ja. We mogen absoluut niet beregenen. Je mag niet dus beregenen? Nee, dat is wel een van de regels. Nee, je gaat met de seizoenen mee en het komt zoals het komt. Dus... Oh, oké, okay. Dat is echt een uitdaging inderdaad. Ja, voor veel veeboeren. Ik kom van het veen af, dus het beregenen kende ik helemaal niet. Dat was niet nodig, want het is echt natte grond dan natuurlijk. Ja, klopt, ja. Mm-hmm. Maar kijk, voor elke handeling die we op het land willen doen, overleggen wij met Natuurmonument en Staatsbosbeheer. En natuurlijk hebben we vooraf al heel veel besproken in pachtcontracten. En kijken we wat zijn de beheersvoorwaarden die zij op dat land willen toepassen. Maar we bespreken ook wat hebben wij nodig om een economisch rendabel bedrijf te draaien. Want toen wij hier kwamen hadden we het gevoel dat we echt van hun afhankelijk waren. En dat zijn we natuurlijk ook wel. Maar wat we inmiddels geleerd hebben is dat ze ook wel van ons afhankelijk zijn. Want ja. Ze hebben ook mensen nodig die het land beheren. En dieren vooral. En dat kunnen wij beter dan dat zij dat kunnen. Ja, daar hebben jullie de middelen en de kennis en de know-how van natuurlijk. Ja, klopt. Ja. En je zegt, nou, beregenen mag dan bijvoorbeeld niet. Bemesten, mag dat dan wel met natuurlijke mest? Of? Ja, wij hebben alle dieren in de wintermaanden in de potstal. Op dit moment alle dieren in ieder geval. En die potstalmest mogen we over een gedeelte van de percelen uitrijden. Niet over alle percelen, want bepaalde percelen hebben nog steeds een verschralingsdoelstelling. Uiteindelijk kan het zo zijn dat die verschralingsdoelstelling weer ophoudt en dat er wel weer mest op die percelen mag. En daarom loopt mijn man ook samen met de betreffende gebiedsbeheerder wel door het land heen om te kijken van hey, wat heeft dit nu nodig? Wat heeft dit land nodig? En dan kunnen we voor volgend jaar eventueel dingen bijstellen. Oké, okay. Dat kan tijdens het jaar ook wel als er nood aan de man is? Of is dat Gelukkig hebben we nog niet meegemaakt, nee. Oké. Okay. Kijk, we zitten hier pas 1,5 jaar, dus dat... Ik heb het gevoel dat je al heel lang daarmee bezig bent, inderdaad. November 2018 zijn we gekomen. Oh, oké. Okay. Ja. Kijk. En ik zal nog even de foto laten zien van een potstal, want mensen denken misschien, potstal, wat is dat dan? Vertel. Ja, het is, potstal is eigenlijk wat mensen wel noemen een ouderwets systeem. Je ziet een voerhek op de foto. Het is een beetje raar genomen. We stonden achter op een machine achter de trekker. Maar dan krijg je iets meer beeld dan dat je alleen maar recht ervoor staat. Ja, je ziet het voerhek en daarachter hebben we 2 meter stand. Dus dat is gewoon een betonplaat net zo hoog als de deel. Daar halen we elke week 1 keer de mest vanaf. En daarna komen 2 traptreden. Die zie je nu niet, omdat de koeien erin zitten. En daarna hebben we een kuil of een put van 1,5 meter diep. En gedurende de winter strooien wij de potstal elke dag 1 of 2 keer op. Dus de mest komt steeds iets hoger. Ja. En de koeien liggen dus de hele winter op hun eigen mest. Sommige mensen vinden dat wat smerig klinken. Maar het heeft superveel voordelen. Want de mest composteert onderaan al enorm. En het is lekker warm. Ja, eigenlijk een warm gespreid bedje, zeg maar. Hè? Ja, ja, ja. En ik... Ik zeg, we strooien op. Dat is echt zo'n boerenuitdrukking, op strooien. Maar we gebruiken geen stro. We gebruiken maaisel uit de natuurgebieden, wat we niet kunnen gebruiken als voerwinning, zeg maar. Voor voer voor de koeien. En dat zijn dan voornamelijk pitrussen. Een soort stengelachtige plant, die heel veel andere planten onder zich verdrinkt. En, die komen in het natuurgebied waar jullie zitten voor en dat gedeelte gebruik je dan? Of zit dat door het gras heen?
Nee, dat gedeelte, we maaien die pitrussen in stroken apart uit de percelen. Dat moet ook heel anders, zeg maar, drogen langer. In ieder geval, het liefst een keer een bui regen eroverheen als het gemaaid is. En dan langer drogen dan gewoon hooi of gras. En afgelopen zomer was een superzomer, omdat het zo lang droog was. Voor de pitrussen dan. Je moet altijd bedenken wat dan de voordelen van zoiets zijn. Ja, nou, dat was het voordeel. Yes. Maar het ziet eruit als stro, want heel veel mensen zien het verschil niet. Alleen het is voor ons gewoon een enorme besparing op een hele grote kostenpost. Stro. Vorig jaar hadden we dit nog niet. Je hoeft het niet aan te kopen. We hoeven niet aan te kopen. Natuurlijk moeten we het wel maaien, schudden, harken en in een baal laten persen. Of dat doen we zelf, maar in een baal persen. Ja. Maar stro aankopen is gewoon duur. Ja. En het bijkomende voordeel is dat we zo de organische stof die op ons land groeit, dus zeg maar die pitrussen, via de stalmest weer terugbrengen in de bodem. En dat komt het bodemleven ten goede. Ja, dan is de kring weer rond, zeg maar. Hè? Ja, dan is de kring weer rond, ja. Ja. En dat is ook denk ik wel iets wat wij bij Staatsbosbeheer hebben aangekaart toen we hier kwamen. Dat gebeurde eerder niet op de percelen die we in beheer hebben. En je zag dat die pitrus de overhand nam. Want koeien eten dat niet. Nee. Alleen als het heel jong is. En die pitrus, ja, dat is echt groeit op natte en zure grond. Ja, dat redt zich eigenlijk wel. Dus er kwam steeds minder gras en allerlei andere plantensoorten uiteraard. Ja, ja. Dus onze koeien hadden minder te eten. Nou, er gaat ook geen weidevogel of zo zitten broeien in die pitrussen. Of in ieder geval veel minder dan in een stuk kruidrijk grasland. Ja. Oh, oké. Okay. Dus zo hebben we dat bij Staatsbosbeheer gebracht, dat we daar anders mee wilden omgaan. En dan is dat ook, dat vonden zij wel mooi. Dus we hebben een beetje hun argumenten bekeken. En die hebben we juist benoemd. Van waar zouden zij bij gebaat zijn. En nou ja, dan is dat prima. Ja, want je zei net ook, ze hebben een verschralingsdoelstelling. Dat is dan per perceel, per stuk grond wordt het aangewezen, zeg maar. Ja, ja, de doelstellingen zijn op gebieden, maar ook wel op percelen aan zich. Kan het beheer verschillen, dat klopt. Wij pachten 31 hectare van natuurmonumenten op dit moment. Dat ligt 11 hectare naast en achter ons huis. En 20 hectare ligt op de hoek van de straat. En we pachten 85 hectare van Staatsbosbeheer. En daar ligt 15 hectare van verderop in de straat. En de andere 70 hectare ligt op 3 kilometer afstand. Dus in totaal hebben jullie hoeveel hectare? 125 hier ongeveer, denk ik. Even voor de beeldvorming. 1 hectare is, was dat nou 1 voetbalveld? Of, 2 voetbalvelden. 2 voetbalvelden. Okay. Ja, 2 voetbalvelden. Ja. Dus voor de mensen die kinderen op sport hebben of zelf sport hebben, heb je een beetje idee hoeveel dat dan is. En dat dan 125 keer. Ja, klopt. Kijk. En dus dat maai je dus ook nog regelmatig, of het meeste worden de koeien zelf opgegeten als ze buiten lopen? Nee, op die 125 hectare moeten we zorgen dat de koeien kunnen vreten als ze buiten lopen. Maar daar moeten we ook het hooi voor de winterperiode van winnen. Ja. Dus dat, en dat kan ook met het aantal dieren dat we nu hebben, lukt ons dat. Ja. Oké, heel goed. Als er intussen nog vragen zijn bij je opkomen als je nu live kijkt, tik het even in. Dan kunnen we daar ook meteen op inspelen. Kijk je dit op een later moment terug, dan kan je alsnog de vragen eronder plaatsen. En dan gaan we daar later nog eens naar kijken om daar antwoord alsnog op te geven. En dan breng ik even een foto in beeld en dat staat bij jullie vooraan de weg. Ja. Namelijk jullie boerderijwinkel, hè? Ja, klopt. Boerenbief? Ja, toen we hier kwamen, we hebben dit spul dus in 2018 zijn we hier begonnen. En er zaten wat oudere mensen op die eigenlijk aan het afbouwen waren. Die hadden ook wel zoogkoeien, net als wij. Die hadden ook wel een soort boerderijwinkeltje. Maar ik vond het eigenlijk meer een soort garage sale, want het was een garage en er stonden 2 vriezers. En gaandeweg zijn we dat steeds een beetje gaan opknappen. En heb ik ook de naam veranderd. Het heette Hoge Stoep. En ik ben een beetje langzamerhand aan het omschakelen naar boerenbief. Dat vind ik iets pakkender. En ik wil eigenlijk mijn rundvlees een eigen merkje geven. Dus heb ik dat meteen gelijk gepakt met de winkel, zeg maar, die naam. Ja, oké. Okay. Ik krijg een vraag van Jan. Hebben jullie geen last van Sint-Jacobskruid wanneer er gemaaid wordt?
Ja, dat hebben wij. Jacobsgraad is natuurlijk iets wat veel besproken onderwerp is op het moment. We hebben een aantal percelen waar het heel veel staat. En daarover hebben wij afspraken dat natuurmonumenten of wij dat maaien en afvoeren. Dus dat gebruiken wij niet als hooi voor de koeien. Voor degenen die niet zo goed weten wat er dan mee aan de hand is. Dat kan giftig zijn voor de koeien als ze er veel van eten. En als het gewoon in het weiland groeit, dan eten de koeien daar vanzelf omheen. Maar als we het meemaaien en het droogt, dan herkent een koe dat niet meer als Jacobskruid. Dus wij kijken welke percelen bewijden we en welke percelen doen we dus gebruiken voor voederwinning voor de winter. Maar daarnaast willen we ook zorgen dat het Jacobskruid niet verder uitbreidt. En dat is wel eens een uitdaging met natuurmonumenten en staatsbosbeheer ook. Vooral met natuurmonumenten, want staatsbosbeheerpercelen groeit het eigenlijk niet, maar hier wel. En kijk, Jacobskruid trekt bijvoorbeeld ook een hele prachtige rups aan. En dat zegt wat over de biodiversiteit dat het en daar groeit. En de vlinder waarschijnlijk, ja. Ja, ook, ja. Maar wij willen niet dat het te veel verspreidt en ook niet voor onze buren. Die hebben bijvoorbeeld hobbymatig andere soorten vee. Nou, als het bij ons groeit en het gaat waaien, dan groeit het bij hun ook. Overlevelen, ja. Dus we laten het exact op het goede moment maaien en dan met zo'n slurfding, zeg maar, dat het meteen hup, verdwijnt. Oké, dus dan wordt het uitgevist. Nee, we maaien echt alleen die plekken dan, zeg maar. Dat zijn maar een aantal plekken waar dat heel erg groeit. En op de percelen waar de koeien grazen, doen we het zelf wel weghalen. Vaak met de hand. Of die we gaan maaien. Dan moeten we eventjes flink aan de gang voordat we beginnen. Ah, oké. Vragen er ook wel eens vrijwilligers bij? Van mensen, we zijn biologisch, veel handwerk, help een handje mee. Nee. Dat doen we eigenlijk niet, nee. Ik denk... We kunnen het op zich goed als familiebedrijf rondzetten. Kijk, in de zomer hebben we wel een piekperiode. Rond kerst hebben we een piekperiode met de winkel. En in de zomer met maaien hebben we wat piekperiodes met landwerk, omdat we dat allemaal zelf doen. Ja. Dus dan komt familie wel eens wat helpen of vrienden. Maar we doen eigenlijk niet met vrijwilligers of met mensen uit de winkel of zo die we daarbij betrekken. Nee. Oké. Okay. Nou, we hebben het bord net aan de weg zien staan, maar hier zien we een... ruim assortiment wat je in de winkel te koop hebt. Ja. Want dat, je hebt dan je eigen vlees. Even kijken, zie ik die nu snel. Pak even de enorme voorraad die je hebt van vleesproducten natuurlijk. Ja, komt er nu aan. Ja. Ik heb twee vriezers staan. En degene die je het meest recht ziet, dat is mijn vriezer met rundvlees. Dat is eigenlijk de grootste en daar draait het bij ons ook om. Hè? Het extra verwaarden van het vlees van onze eigen dieren. Ja, maar daarnaast verkoop ik ook vlees van varkens en kippen. Dat zit in de linkervriezer. En ook wel wat lamsvlees. Oh, okay. Af en toe heb ik er wel eens nog een extra staande vriezer bij staan. Dus bijvoorbeeld rondom de Pasen met lamsvlees. En rondom kerst voor speciale kerstproducten. En in de zomer voor barbecuepakketten. Okay. Die krijtbordjes daarboven. Ja, op deze foto had ik ze net ophangen. Net maar niet. Ja. Daar moet dus opkomen te staan wat er in de vriezer zit. Even kijken hoor. Kan ik je wel laten zien, denk ik. Want ik ben in de winkel. Kijk. Oh, kijk. Nice. Dan wordt het, daar zijn we nu net mee bezig. Dus dan wordt het net eventjes ietsjes... Wat waar in zit. Ja, ja, want eerst hadden we veel vaste klanten. En die weten dat ongeveer wel. En we richten ons, en dat zag je ook wel aan die assortimentsfoto, we richten ons tegenwoordig ook wel wat meer op het toerisme. En dan is het toch wel fijn als mensen zelf ook een beetje vast kunnen kijken. Ja. Toen wij hier begonnen had ik misschien 2 of 3 klanten op een dagdeel. En had ik echt gewoon 1 uur per persoon de tijd om ze te helpen als ik dat zou willen. Even een rondleiding geven en uitleg te geven. Ja. Maar... Dat was niet de bedoeling natuurlijk. En nu heb ik wel dat ik 3, 4 klanten tegelijk in de winkel heb. En dan is het lekker als ik niet alles meer zelf hoef aan te wijzen of te paffen. Dat mogen de mensen gewoon bij ons doen. Dus ik wil ze met alle liefde helpen, daar gaat het niet om. Maar mensen vinden het soms fijn om dat dan zelf te doen, anders moeten ze wachten. Ja. Dus dan is het... Jullie hebben dan vlees van jullie eigen limousine dieren. Ja. En daarnaast ook kip- en varkensvlees. En waar komt dat dan vandaan? Als mensen willen weten, waar komt dit vlees vandaan? Wij houden onze dieren biologisch. Dus ons rundvlees is ook biologisch gecertificeerd.
Mm-hmm. En voor de vleesproducten en voor een deel van het andere assortiment kiezen wij ook dan voor biologische producten. Dat trekt een bepaald aantal mensen aan, of ja, dan boor je een bepaalde markt aan. Ja, dus wij kopen levende varkens in bij Jan Overes in Raalte. En die laten wij slachten. En dan laat ik ze zelf bij de slager klaarmaken in wat ik er dan van wil hebben. Kipvlees kopen we in bij Polderhoen. En dat doet volgens mij ongeveer elke biologische boerderijwinkel in Nederland. En dan komt het kant-en-klaar in bakjes geportioneerd aan. En dan kan ik ook kiezen wat ik gewoon wil hebben. Al bestel ik alleen maar filet, dan zou dat kunnen. Al bestel ik alleen maar vleugels, zou dat ook kunnen. Oh, ik hoef okay. niet die kip van kop tot kont te verwaarden, wat we bij het varken nee. en de koe wel moeten. Oké, okay, ja. Yeah. Dus bij het rundvlees, je hebt ook de rundvleeslappen, de sucadelappen en dergelijke. Wat ja, misschien bij ja. de meeste mensen niet echt gebruikelijk is, want die wil vaak snel eten klaar hebben. Of wat is jouw, wat zijn jouw hardlopers, zeg maar? Nou, gehakt is altijd het best verkochte product volgens mij, want daar kun je gewoon heel veel dingen mee. En daarnaast beefburgers, maar gewoon een biefstuk loopt ook wel, maar niet zo hard. En daar ben ik op zich ook blij mee, want wij hebben geen koeien die heel veel biefstuk aanzetten, zeg maar. Biefstuk groeit aan de achterhand. En wij kiezen niet voor om te fokken op hele luxe dieren. Wij kiezen eerder voor dat ze zich goed kunnen redden in schrale landen. Dat ze mak zijn, omdat we er veel tussen lopen. En dat ze hoog scoren op afkalfgemak. Dus dat ze makkelijk een kalf krijgen zonder dat we daar een veearts bij hoeven te hebben of dat we daar zelf bij hoeven te helpen. Ja, want dat gebeurt gewoon in de wei dan natuurlijk als ze buiten lopen. Nee, veel in de potstal. Ja, oh, oké. Okay. Die haal je wel naar binnen toe als ze... We hebben... Nou, half december zijn de koeien binnengekomen. En alles... Nee, dat is niet waar. Driekwart tot 80% van de koeien wat een kalf krijgt. We hebben ongeveer op dit moment 60 koeien die per jaar die een kalf moeten krijgen. En ongeveer 50 koeien daarvan, denk ik, die kalven tussen eind januari en begin mei. Oh, oké, dan zijn ze gewoon lekker binnen. Dan zijn ze binnen, ja. En dan gooien we ze wel, of we brengen ze. Dus ook zo'n vaktaal. Let op, ja. Dan brengen we ze wel in koppels al naar buiten, hoor. Het kan zijn dat we dan bijvoorbeeld al een koppel koeien met kalvers wegbrengen, terwijl er een aantal nog op stal blijven, omdat ze nog moeten kalven. Kijk, als je land op 3 kilometer afstand hebt, en ze hebben geen beschutting. Ze hebben wel beschutting, zeg maar, dat ze langs een bosrand kunnen liggen en op hoger gelegen stukken. Maar ze hebben geen beschutting dat ze in het bos kunnen liggen bij ons. En dan is de winterperiode niet geschikt om ze buiten te laten kalven, vinden wij. Nee. Dat is. Eens even kijken. Nou, naast kip, rundvlees en varkensvlees staat hier nog veel meer. Ja. Ja. We zijn wel begonnen met alleen vlees, ja. Maar inmiddels ben ik wel ietsjes uitgebreid. Ja. Inderdaad. En wat heb je daar voorbeeld? Ik zie daar potjes staan. Is dat jam of... Zal ik hem even... Ik kan hem wel even erop richten, want ik ben in de winkel. Dan vertel ik er iets over. Kijk, ja, hoor. Dan haal ik deze even uit beeld. Kijk, ik heb ervoor gekozen om in deze kast de houdbare biologische producten te doen. En dan heb ik... Dat is dan wijn en wat chips dingen... sappen, dat komt hier dan wel uit de buurt, maar die zijn biologisch gecertificeerd. Dat vind ik dan wel weer leuk dat het wel uit de buurt komt. Ja. En soepen van de soepfabriek en dan wat decoratiedingen of wat mandjes om cadeautjes te maken en dat soort zaken. Voor cadeaupakketten en dergelijke. Ja, cadeaupakketten, kerstpakketten hebben we aardig wat gedaan van de winter. En gewoon ook cadeautjes als mensen iets willen geven. Of, ja, leuk verpakken. Ja. En voor de primaire producten kiezen we ook wel voor biologisch. Niet primaire producten? Ja, wat zijn dat? Ja, de primaire kaas, aardappels, eieren, uien, dat soort dingen. Dus die halen we maar wel allemaal uit de regio. Dus bijvoorbeeld eieren komt van een collega hier verderop uit de straat zelfs. Kaas komt hier uit de regio. De aardappels en de uien, die moet ik nog klaarzetten. Maar die komen dan een paar dorpen verderop vandaan. En droge worsten hebben we van onze eigen dieren en ook weer van varkensvlees. En dan heb ik een hele kast hier zo, die zag je net ook goed op de foto. Dat zijn eigenlijk bijna allemaal streekproducten of producten met een verhaal. Dus bovenste plank heb ik producten van de molen uit Hogeveen. Pannenkoekenmixen, cake mixen, dat soort dingen.
En daaronder heb ik dan Shemme. Die mag trouwens nodig aangevuld worden. Maar dit zijn Shemme van een... Nieuwe voorraad, ja. Ja, van iemand hier uit de regio. En dat geldt ook zelfs voor pindakaas, appelstroop, honing. En dan heb ik wat producten met een... Even inzoomen. Kijk, snoepjes bijvoorbeeld. Ja, dat is echt gewoon een toeristenartikel. Deze chocoladereepjes, die kennen denk ik ook heel veel mensen. Een aardig geitje. Een aardig geitje. Ach, ja. Nou, zie je in heel veel boerderijwinkels liggen. Okay. Oh. Alleen bij ons zit er dan zo'n Drents logootje op. En dat laten wij, dat bestellen wij bij Lekker Drents. En dat is een bedrijf in de regio. En die werkt met verstandelijk beperkte mensen. En dat vind ik dan leuk dat er een verhaal aan zit. Maar ik probeer wel de producten te kiezen die een beetje in het landelijke blijven. Dus ik kies voor kraftzakjes of voor glazen potjes. Of niet voor heel veel plastic kokers met allerlei schreeuwerige kleuren en zo. Ja, ja, ja. Natuurlijke materialen. Ja. Ik zie nog een vraag binnenkomen. Van Jan, is er nog een verschil tussen het vlees van limousinekoeien en het gangbare rundvlees wat in Nederland te vinden is? Ik zit even na te denken. Jan, wat bedoel je met het gangbare rundvlees wat in Nederland te vinden is? En waar vind jij dat dan? Want bij slagers ligt rundvlees van allerlei soorten dieren. Dat hangt heel erg van je slager af. Dat geldt ook voor diverse supermarktketens. Alleen daar is het zoeken naar Nederlands rundvlees wel een uitdaging, vind ik persoonlijk. Ja. Niet dat ik dat vaak doe, want ik koop nooit vlees in de supermarkt. Maar dat is natuurlijk wel mijn interesse. Dus ik kijk ernaar. Ik vind het altijd moeilijk om iets te vinden. Ik kan wel wat vertellen waar het vlees van limousine zich natuurlijk onderscheidt. Ja. En dat is, kijk, wij houden de dieren voor het vlees. Maar wij voeren ze alleen maar gras. Dus ze groeien heel langzaam. En doordat ze langzaam groeien, groeien ze eerst in hun karkas. En daarna gaan ze pas vlees aanzetten. Dus het vlees komt pas op het laatst. En zet pas op het laatst ook een vetrandje aan. Limousinevlees is geen echt vetvlees. En hoe wij ze houden, zijn ze helemaal gras gevoerd. En dat zegt eigenlijk meer over hoe het vlees gaat smaken dan of het limousine is of Londen Aquitaine bijvoorbeeld. De voeding heeft natuurlijk enorm veel impact op het eindproduct. Ja. Wat je erin stopt, krijg je er weer uit. Ja. Nou, dat kan je ook vergelijken, een heel ander product, maar met kaas bijvoorbeeld. Hè? Dat is, vanaf mei, juni is er graskaas. Dan heeft de kaas een andere smaak doordat de koeien buiten gras eten dan dat ze gekuild gras eten. Dus ik kan me voorstellen dat je dat in het vlees ook opmerkt inderdaad. Ja. Ja, en zeker omdat we onbewerkte producten hebben, dan proef je dat. En je ziet het ook. Het vlees is heel rood. Oké. Okay. Ja. Jan, is je vraag hiermee goed beantwoord? Of kan je er nog anders even bijtikken wat je bedoelt met gangbaar, wat je in de winkels vindt? Het is sowieso inderdaad een uitdaging of als je in de winkel vlees haalt om te zien waar het vandaan komt. Dan staat vaak de herkomst niet eens bij. Of het is alleen al geslacht, dan noemen ze het al Nederlands. Dus dat is echt opletten. Ja, dat laatste is wel inderdaad een aandachtspunt, vind ik. Ja, als je denkt dat je Nederlands vlees koopt, dan hoeft dat in een supermarkt. Dan is dat dus niet altijd het geval. Als er staat zo'n cirkeltje met NL erin en dan een paar nummers. Dat betekent alleen maar dat de laatste handeling in Nederland heeft plaatsgevonden. Ja. Dus dat kan zijn dat het dier is geportioneerd in Nederland. Maar dat kan ook zijn dat je, als je bijvoorbeeld een schnitzel hebt, dat die is gepaneerd in Nederland. Maar dat het varken uit Oekraïne komt, zou kunnen. Ja. 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 En dat is het voordeel om vooral bij de boer zelf te kopen. Dan weet je dat het één Nederlands is dichtbij. Dus het heeft niet tig kilometers hoeven afleggen aan transport qua footprint. Ja. En wat je net ook al vertelde over de repen en dergelijke. Je hoort een verhaal erbij en je kan bij jullie buiten kijken zeg maar, en zien hoe de koeien gehouden worden. Hè? Dus dan weet je waar het vandaan komt. Als wij de winkel open hebben, dan mag iedereen altijd achter kijken op de boerderij. Als ik tijd heb, loop ik ook mee. Of als mijn man achterloopt, dan vertelt hij graag wat. Nou, niet per se graag, maar hij vertelt wel wat. Maar dat is bij ons... dat is wel de reden dat het grootste deel van de mensen hier komt, denk ik. Ze willen weten waar hun vlees vandaan komt en dat er niet mee gerotzooid is. Nou, bij ons zien ze de koeien eerst lopen. Ik kan ze zelfs aanwijzen welke dame of heer de volgende klant is die op de nominatie staat voor de diepvries. Ja. En dat vinden ze, sommigen vinden dat moeilijk, maar de meeste mensen waarderen dat je daar zo open over bent. Ja.
En ondanks dat wij dan biologisch werken, dat doen we overigens omdat we natuurmonumenten en staatsbosbeheer verlangen dat niet van ons. Maar zij hebben zoveel voorwaarden op beheer van het land dat we eigenlijk al helemaal biologisch daarop kunnen werken. Ja. Dus het is voor ons eigenlijk heel makkelijk om dat te behalen. Ja. We hoeven er weinig dingen voor te laten. En toch denk ik dat 60% van mijn klanten komt niet voor het biologische hierheen. Die komt gewoon voor een goed stuk vlees. Ja, ja. Kijk. En je zei net bij Gangbaar. Ik zie trouwens het antwoord van Jan erop komen. Gangbaar was inderdaad wat er in de winkels te vinden is. En het antwoord was mooi uitgebreid en duidelijk. Dus check. Ja, goed zo. Dank voor je feedback inderdaad. Nou zei je bent in november 2018 begonnen. Ja. Kon je toen meteen biologisch zijn omdat de vorige eigenaren ook al biologisch waren? Of zat er nog een wachttijd? Zij boerden inderdaad biologisch. Dus wij hebben SCAL is de organisatie die de accreditering voor de biologische sector verzorgt. En die ook de controles daarop uitvoert. En wij hebben hun SCAL-licentie overgenomen. Ja. Dat had best veel voordelen, heeft ook wel wat nadelen. We hebben gedeeltelijk hetzelfde stuk land als wat zij hadden. En nou, dan weet je dus zeker dat daar geen bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld opgekomen zijn. Wat een voorwaarde is voor biologische landbouw. Bepaalde bestrijdingsmiddelen natuurlijk. Ja. Dus daarom waren die percelen meteen al meegenomen in het biologische certificaat. We hebben ook extra land verworven. Ook bij de natuurorganisaties. En daar hebben wij een verklaring op gekregen. Dat het de afgelopen 3 jaar onbespoten is. En dat het grasland niet gekeerd is. Bijvoorbeeld een heel aantal dingen. Moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet exact weet. Want land is mijn mans afdeling. Nee, inderdaad, je had geen wachttijd van bijvoorbeeld 2 jaar om te schakelen. Nee, we hadden geen omschakelperiode. Nee. Dat hebben we wel voor een deel van de koeien. En want de koeien hebben wij... we hebben in eerste instantie op 2 plekken koeien gekocht. Daar waren we heel blij mee dat we maar op 2 plekken koeien hoefden te kopen toen we hier kwamen. Bij de vorige eigenaar een stuk of 30. Nou, die waren biologisch gecertificeerd. En we hadden het geluk dat we van een stoppend biologisch landgoed in Denemarken een hele koppel koeien konden kopen. En die waren ook biologisch gecertificeerd. Die mochten allemaal meteen als biologisch hier komen wonen. En anders moet namelijk vee 1 jaar omschakelen voor het biologisch is. Rundvee. Ja. Ik weet echt niet hoe dat bij de rest zit. Dan mogen ze hier wel gewoon lopen, dat is geen probleem. Alleen als je ze wil laten slachten, en dat is binnen dat jaar, dan mag je het vlees niet verkopen als biologisch. Nee. En zei net SCAL, is dat in de winkel te zien? Hoe kan je dat herkennen wat biologisch is? Staat er een SCAL-kenmerk op? Of? Ja, even kijken. Ik pak een stuk vlees erbij. Als je biologisch werkt, dan staat er altijd dit logootje op. NLBio 01. Ja, nou ja, het mag denk ik ook wel zwart-wit hoor. Maar het gaat om dat NLBio 01. Okay. Dat is dat SCAL de controle hierop heeft. En dat groene logootje is het logootje van biologisch. En daarnaast staat ook, nou ik weet niet of je dat kan zien. Even kijken, ons SCAL nummer daaronder. Even kijken, nou ja, daar staat te dichtbij. Ja, iets verder weggehouden. Ja, SCAL nummer 006248. Ja, er staan onze adresgegevens en onze SCAL nummers staan daarop. En nou ja, dan zouden mensen dat kunnen controleren. Staat ook op sommige andere producten van ons, die dan ook biologisch zijn hier. En staat dus niet op alle producten. Ik zal hem weer even terugdraaien trouwens. Ja, oké. Okay. En je zei net, qua fokkerij letten we op afkalven, dat makkelijk gaat. Dat ze niet te fors zijn, omdat ze gewoon vanzelf kunnen afkalven zonder hulp. Hoe doe je dat? Een stier erbij in het land of KI? Ja, wij werken met natuurlijke dekking inderdaad. Dus we hebben afgelopen jaar hadden we 4 koppels met 4 verschillende stieren. Dit jaar denk ik dat we naar 3 koppels gaan met 3 stieren. En dan kijk je natuurlijk van welke stier doe je bij welke koeien. Kijk je voornamelijk naar bloedverwantschap. Je wilt geen intilt. Nee. Maar je kijkt ook naar welke stier zou op welke koe goed passen. En een deel van onze koeien is hoornloos gefokt. Dat betekent dat ze geen horens meer ontwikkelen. En we hebben 1 stier die gedeeltelijk hoornloos fokt. Dus die proberen we sowieso met elkaar te matchen. Zodat we kalfjes krijgen
kunnen krijgen die geen horens ontwikkelen. Ja. Vooral voor je eigen veiligheid ook. Ja, daar is het voor. We hebben één koppel nu met koeien met echt flinke horens. Die hebben van de vorige eigenaren gekocht. En we merken daar toch wel een hele andere rangorde in. Hè. Daar zijn de horens uiteindelijk ook voor op de beesten. Maar daar ga ik wel met een stok tussen. En niet met mijn kinderen. Ja. Nee. Dat heb ik misschien ook wel zelf fout gedaan. Hoor, want ik was een beetje huiverig voor ze in het begin. Het karakter van de twee koppels was heel verschillend. En de Deense koeien waren heel gemoedelijk. En die waren aan heel veel vreemde mensen gewend. Terwijl de koeien die we kochten van de vorige eigenaar van deze locatie. Die hadden 25 jaar dezelfde mensen tussen het vee gehad. En voor de rest niet. Nee. En die zagen ons gewoon als een bedreiging. En ja. Ik deed twee stappen achteruit als ze op me afkwamen. En dat was verkeerd. Ik had twee stappen vooruit moeten doen. Want ik ben de baas. Met honden africhten, zeg maar. Ja, maar dat is wel zo. Dus dat leren zij heel snel. En dat leerde ik dus ook heel snel. Maar goed, de koeien die wij uit Denemarken kochten, die waren ofwel hoornloos gefokt, of die horens waren eraf gehaald. En van de moederdieren, zeg maar van de zoogkoeien die we aanhouden, daar kiezen wij de... daar staat... geen horens ontwikkelen bovenaan de nominatielijst of ze bij ons mogen blijven om toekomstige moederkoe te worden. Of dat ze toekomstige biefstuk worden, zeg maar. Dat is een selectie bij de dames. Oké. Goedemorgen allemaal. Er zijn weer meer kijkers live bijgekomen, zie ik. Hoi Carolien, leuk dat je kijkt. De vraag die Carolien stelt, hoe zit het dan met de mest van de niet-biokoeien die erbij lopen? Je hebt nu alleen maar biokoeien, toch? We hebben nu alleen maar biokoeien. Ja, het kan zijn dat je niet biokoeien aankoopt, dat kan. Maar dat mag maar een bepaald percentage van je veestapel zijn. 10% dacht ik dat je bij mag kopen niet biologisch. Daar moet je een vrijstelling voor aanvragen bij Skal. En dan mag je die mest gewoon bij je biologische mest houden. Dat is dan geen probleem. Nee, maar dat is wel dus een heel beperkt aandeel. Ja, oké. Stel je voor, want dit mest is in de biologische sector wel een interessant onderwerp. Er is namelijk een tekort aan biologische mest. Heel veel mensen die biologisch eten, die eten ook geen of weinig vlees, waardoor er dus ook minder dieren komen, maar waardoor er dus ook minder mest ter beschikking is. En als biologische boer mag je in veel gevallen, als je land dat toelaat, zeg maar, als je genoeg land hebt om de mest kwijt te kunnen, mag je voor een bepaald percentage gangbare mest aanvoeren. Oké. Ja, want dat is... Ja. Dat klinkt heel krom, maar ik benoem dat wel bewust, want er is soms best een vertekend beeld ideologisch over de biologische landbouw. Terwijl er zijn gewoon haken en ogen aan bepaalde zaken. Ja. Ja. Nou, Carolien, antwoord gelijk duidelijk, thanks. Mooi. Goed beantwoord. Carolien, hebben jullie ook koeien? Is dat biologisch of vlees of melkkoeien? Laat het nog even weten. Even kijken. Hebben jullie ook last gehad van fosfaatrechten? Nou, jullie hebben pas na die tijd het bedrijf gekocht, dus... inmiddels naar buiten? Ja, we hebben... Ja, maar hij heeft... Ik zie dat het bereik wegvalt, dus dat ga ik niet doen. Ik dacht, ik loop even naar de koeien. Maar dat ga ik niet doen als het bereik wegvalt. Nee, het werd wat mager. Wij zijn inderdaad gestart na de tijd van fosfaatrechten. 2 juli 2015 zeg maar, was het meetmoment natuurlijk. Alle boeren zullen dat weten, veel anderen misschien niet. Wij hadden toen geen vee, op in ieder geval geen rundvee. Dus geen fosfaatrechten. Wij hebben dit bedrijf, we hebben het wel eens over onze voorgangers, maar wij hebben alleen het onroerend goed gekocht. We hebben niet het bedrijf overgenomen. We hebben geen samenwerking met hun gehad en we hebben ook geen band met hun. Het is gewoon puur een aankoop geweest van het huis, van de stallen, van wat voer en van wat koeien. En een paar machines. Okay. En dat was het. We hebben ook geen periode samengewerkt of zo. Toen wij kwamen hadden wij dus geen fosfaatrechten. En op zich hoeft dat voor zoogkoeien ook niet. Want denken we. Want fosfaatrechten zijn voor
melkkoeien in het leven geroepen. Mm-hmm. Ik hoop dat we de discussie over waarom of hoe of wat iedereen dat ziet achterwege kunnen laten. Maar in ieder geval, wij hebben voor de koeien en voor de stieren in ieder geval geen rechten nodig. Voor het jongvee weten we dat nog niet. En dat klinkt heel krom, want we zijn al bijna 1,5 jaar aan de gang. Ja, maar dat is de regelgeving. We hebben een vrijstelling aangevraagd. Dat konden alle vleesveehouders doen als ze hun fosfaatrecht inleverden. Mochten ze meedoen met de vrijstellingsregeling? Nou, er waren een heel aantal voorwaarden. Voldeden we allemaal aan. Hebben we meteen op de dag dat we de handtekeningen hier zetten, 30 oktober ingediend, 2018. Hebben we geen uitsluitsel nog over. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we... Ja, maar dan hoeven ze alleen voor het vrouwelijk jongvee te hebben. Dus tot het moment dat een vaars kalft, heb je dan fosfaatrechten nodig. En dat komt omdat die code van het jongvee gelijk is, of was, dat is inmiddels wat een en ander aan het wijzigen, als het jongvee van de melkveehouderij. Nou, je moet dan bijvoorbeeld verklaren dat je dieren nooit in de melkveehouderij terechtkomen. Nou, dat durf ik van de limousines wel te verklaren, want die wil je niet melken. Nee. Nee. Oké. Okay. En stikstof, heeft dat nog impact op jullie bedrijf of jullie gezinsleven? Ja, ik denk dat dat net als bij elke boer een enorme impact op zijn gezinsleven heeft in ieder geval. Al gaat het alleen al om de onzekerheid, want niemand weet nu waar die aan toe is. Dus ja, dat heeft wel impact. En elke keer als er weer een krantartikel verschijnt of als er weer een politicus wat roept, dan krijg je toch een soort schrik. Ja. Ook al zijn wij niet echt, wij boeren niet vanuit angst, anders deden we ook niet zoiets met de fosfaatrechten. Ja. Maar wij hebben boeren wel net iets meer dan 500 meter afstand van een Natura 2000 gebied. En een potstal, alhoewel iedereen zegt dat het past natuurlijk helemaal in de kringloopplaatje wat geschetst wordt door iedereen. Ja. Hè? Stalmest en goed voor de bodem, nou, dat klopt, dat vind ik ook allemaal. Maar op papier scheidt een potstal veel meer stikstof uit dan sommige andere stallen van de intensieve veehouderij. En ook daarover hoef ik hier geen discussie te gaan voeren. Maar dat benoem ik wel altijd bij mensen, zeg maar. Ja, die zeggen, oh, het ruikt er lekker bij jullie in de stal. En, maar goed, ja, spannend voor ons. Ja, en zeker als we wat willen nu, qua vergunningen of zo. We hebben dit bedrijf ook gekocht met het oog op een groeiscenario. En ik zeg ook altijd tegen, we krijgen best veel vakantiegangers hier over de vloer, doen we rondleidingen voor. Het is niet zo dat we per se willen groeien, maar het is dat we dat nodig hebben om een goede boterham te verdienen. En als ik met dit aantal koeien, we hebben nu 139 stuks vee lopen, als ik daarmee een boterham kan verdienen, dan vind ik het prima. En als het er 120 worden en ik kan daarmee een goede boterham verdienen, vind ik het ook prima. Maar zoals de vlag er nu bij hangt, moet het wel 200 worden voordat ik een boterham kan verdienen. Ja. En die mogelijkheid wordt dan amper geboden. Of ja, er is ook geen duidelijkheid over, dus je weet niet. Nee, dat is vooral de onduidelijkheid, ja. Ja, want we hebben in de vergunning hebben we daar ruimte voor. We hebben er in de stal ruimte voor. Alleen we willen, nou ja, je begint als starter zonder dat je het over hebt genomen. Dus dan is het met financiële middelen gewoon uitdagend. Ja. En daarom hebben wij voor gekozen om in 5 jaar tijd naar een gezonde bedrijfsvoering toe te groeien vanuit eigen vee. Ja. En dat vinden wij prima, dat past ook bij ons. Alleen toen er op een gegeven moment gesproken werd over het innemen van latente ruimte, nou, toen sloeg de schrik ons wel een beetje om het hart. Ja. En ook toen de veeaantallen van 4 of 6 of 10 oktober, ik weet niet welke datum ze allemaal genoemd zijn, toen dachten we helemaal van fuck, dan wordt het wel buiten de deur werken extra. Ja. Ja, want je hebt natuurlijk vergunning, heb je allemaal rond voor die aantallen. Je bent een bedrijf, heb je op geïnvesteerd op die groei. En dan wordt het weggenomen. Dus dan moet het eigenlijk, wat je nu met dit koeienaantal hebt, dat moet dan het op gaan brengen, eigenlijk meer opbrengst kunnen krijgen. Zou misschien kunnen, zeg ik ook altijd tegen mensen. Ik heb onlangs mensen van het ministerie hier gehad met Make a Date. Dan zeg ik, nou, dit aantal zou prima kunnen, maar dan moet ik wel zorgen dat ik meer van mijn vlees zelf vermarkt in de boerderijwinkel, zodat ik de handelsschakels ertussenuit haal. Ja. En als ik kijk waar we vandaan komen van november 2018 of nu, dan mag ik echt helemaal niet klagen over hoe we draaien in de boerderijwinkel. Maar dat is nog lang niet genoeg om niet meer te hoeven groeien in vee-aantallen. Ja. Nee, want de boerderijwinkel is natuurlijk één inkomstenpost, maar het verkoop van levend vee is een andere inkomstenbron. Het is niet zo dat we alleen maar hoeven te leven van de boerderijwinkel, gelukkig. Nee,
Inderdaad. Dus wat dat betreft, ga allemaal, als je een dagje naar Drenthe gaat, rij even langs in Nieuw-Balingen. geldt voor elke boerderijwinkel, hoor. Niet, ja, ik vind het natuurlijk superleuk als iedereen naar ons komt, maar ik denk dat het voor heel veel mensen geldt, waar je ook woont. Zoek een winkel bij je in de buurt. Koop gewoon lokaal. Inderdaad, want er is een hele mooie site in het leven geroepen sinds alle boerenacties. En dat is findfarm.nl. Dus je kan je op internet zoeken en op Facebook. En daar zie je welke boerderijwinkel bij jou in de buurt zit. Zie je dat, of mis je daar een boerderijwinkel in? Geef even een seintje aan die winkels dat zij zichzelf daarvoor kunnen aanmelden. Zodat je weet waar het te vinden is. En het kraampje. Dat is ook .nl, neem ik aan. Het kraampje is een app. Oké. Okay. En dat is een app waar je dus ook alle boerderijwinkels in kan vinden. En dat is ook, de initiatief was er denk ik net voor Find Farm. En dat is opgericht door een veearts hier uit de regio en zijn vrouw. En ik vind een app echt ideaal. Werkt voor mij soms handiger dan internet, het maakt niet uit. Ik denk dat het alle twee hele goede initiatieven zijn. Ja, inderdaad. En er zijn ook meerdere initiatieven in Overijssel. Heb je halloboer.nl. Ja, ik kan nog even een linkje naar een artikel sturen waar ik winkels heb staan die makkelijk terug te vinden zijn. Ook voor boerenkaas kan je zoeken op boerenzuivel.nl bijvoorbeeld, waar je dat kan halen bij jou in de buurt. Dan weet je waar het eten vandaan komt. Dat is denk ik alleen waar het geproduceerd wordt, of niet, Jacqueline? Ja, daar staat dan wel bij of ze ook een winkel hebben inderdaad. Ja, maar wij verkopen bijvoorbeeld kaas hier van een boer uit de regio. Ja. Maar wij staan natuurlijk niet op boerenzuivel.nl, omdat we het niet zelf produceren. Maar wij proberen wel zoveel mogelijk producten uit te wisselen met andere winkels en zo in de regio. Ja, streekproducten, ja. Ja, ja. Heel goed initiatief. Caroline heeft nog even gereageerd wat voor koeien zij hebben. En dat is melkvee op de gangbare manier. All right. En gangbaar wil zeggen dat je dus niet aan eisen gebonden bent van wanneer... Ik denk dat ze bedoelt niet biologisch. Ja, inderdaad. Ja, ja dat denk ik. Gangbaar biologisch zeggen ze vaak. Oké, nou, we zijn al 3 kwartier bezig, zie ik nu. Valt veel over te vertellen. Mocht je meer willen weten, dan laat alsnog weten. Heb je nog een vraag, stel hem nu nog even hier. Dan blijf nog even in de wacht. Het duurt altijd een seconde of 10 voordat wat je typt, voordat we dat zien en dat je hoort wat wij zeggen. Dat is altijd even... Ik zal even kijken of ik op de link via een andere... Oh, sorry, ik heb nog meer vragen gemist, zie ik. Komt-ie. Kan je me nog horen, Alvira? Ja. Oké. Okay. We zien je nu wat wazig, maar dat komt landelijk gebied, hè. Heb je iets minder goed internet overal. Hier hebben we de opslagruimte, denk ik. Ja, klopt. Daar kwam ik langs. Ik denk, trek hem even open. Caroline vraagt nog, werk je ook samen met andere bedrijven uit je omgeving voor de boerderijwinkel? Nou, dat hadden we toevallig net benoemd. Met streekproducten, de kaas komt uit de buurt, varkensvlees komt uit de buurt. Producten ook met een verhaal zoals de chocolade aardigheidje, repen die gemaakt wordt. Even kijken. En dat geldt ook voor kaas, eieren, aardappels. Oh ja, de eieren ook. Komen ook uit de buurt. Oké. Ja. En de aardappelen. Kijk, ze staan lekker te eten. Ja. Normaal gesproken voeren we altijd vroeg 's ochtends. Maar nu had mijn man gisteravond wat extra gevoerd. Omdat we moesten vanochtend een tweetal naar de slager brengen. En dat wou hij ook vroeg doen. Dus dan... nu hebben ze net eten. En als alles staat te eten, dan wordt daarna opgestrooid. Ja. Het is niet helemaal een helder beeld. Excuses daarvoor, maar dat heb je nu eenmaal op boerenland. Is niet overal de 5G wifi of 4G aan de hand. Maar je kan ook wel goed zien dat ze aan het eten zijn. Ja. Nou, zien er tevreden uit. Inderdaad, een paar met horens, de meeste zonder. Ja, en deze bijvoorbeeld, ik zal niet te snel bewegen, dat zal die wel niet aankunnen. Ik zoek er eentje die hoornloos gefokt is. Oh, die gaat weg, helaas. Dat is die?
Ja, die net naar achter gaat. Ja. Ja, dat zie je omdat zijn kopje wat meer in een soort driehoekje loopt. En niet vierkant is. Deze, meer een punt op hoogte, zeg maar, bedoel ja, je dan? Ja, deze is wat vierkanter. Okay. Daar zijn de horens weggehaald. En die andere heeft een wat... dit is ook een hoornloze. Ah, oké. Okay. Hey dame. Ja. Goedemorgen, eet smakelijk. Even kijken. Jan heeft nog een vraag. Zijn er naast jullie website en Facebook nog andere portalen waar jullie te vinden zijn? Twitter of Snapchat of andere dingen? Op Instagram doe ik wel het een en ander posten. En op Twitter ook wel, maar Twitter doe ik eigenlijk... Ja, ik doe wel eens wat van de boerderijwinkel, maar ik probeer het meer een beetje politiek in te zetten. Okay. Voor zover me dat lukt, niet mijn sterkste punt. Maar ik bedoel, zoals met dat make a date met die gasten van het ministerie die dan hier komen kijken. Zulke soort dingen, dat probeer ik dan een beetje via Twitter te spelen. Ja. Dus een aantal politici hebben de voorkeur voor Twitter dan Facebook, zeg maar. Ja, kijk. Ik probeer de verschillende kanalen wel in te zetten waar ze voor bedoeld zijn. Want de doelgroepen zijn ook wel anders die op die kanalen kijken. Ja. Instagram meer voor de jeugd, hè? Voor de jongeren. Ja. En Instagram is echt foto-based. Ja. Oh, je valt nu even in een freeze beeld. Dan misschien. Ja. Jan, misschien kun jij nog even de pagina van Find Farm hier aan toevoegen aan de opmerkingen. Eens even kijken. Dan een vraag nog van Carolien. Ik voel een boerinnengroep uit je aankomen. Nou, Carolien, dat vind ik leuk. Zo kunnen we de koeien niet goed zien. Nou, het is wel een leuke... Ik heb onlangs een huifkar gekocht voor 30 personen. All right. En, zodat we in de zomer ook met groepen gasten tussen de koeien door kunnen rijden. Aha. Dus dat zouden we best een keer kunnen doen voor de zomer, ja. Kijk aan. Nou, Carolien, net als jou en Carolien zitten allebei ook in mijn besloten Facebookgroep van boerinnen die willen groeien. En daar hebben we ook al een ander uitje in een excursie inderdaad op de rol staan naar de Achterhoek toe. Voor boerderijen met een vergader- of excursielocatie. Dus inderdaad, we kunnen gewoon doorgaan met bezoeken. En vooral elkaar daarin helpen, ondersteunen en zoveel mogelijk van de boerensector uitdragen. Ja. Dat is ook mijn missie inderdaad, om tienduizenden mensen een boerderij te laten ervaren. Door bijvoorbeeld of nu een kijkje in de boerderijwinkel en bij jou bij de koeien. Of door een evenement daar te organiseren op die locaties. Ja. Even kijken. Je hebt nog wel een leuk filmpje volgens mij. Oh ja. Oh, ook nog vergeten. Even kijken. Carolien, die huifkar moet eerst wel getest worden dan. Of die APK goedgekeurd wordt. Nou, dat noem je, maar dat moet serieus, anders krijg ik hem niet verzekerd. Ja, dus hij moet inderdaad wel gekeurd worden, ja. Inderdaad, we hebben nog dat filmpje. Even zoeken waar ik die geparkeerd heb. Show in the stream. Ik ga even uit beeld, dan is het meer beeld voor de koeien. Ik weet niet of ik dan nog te verstaan ben, maar dan doet Vira toch het woord. Dus ik ga even uit beeld. Volgens mij denkt hij even na voordat hij het filmpje laat. Tenminste, ik zie een soort rondje in beeld komen. En het filmpje loopt nog niet. Ja, nu zie ik het filmpje ook groot. Nou begint hij te lopen. Ja, dit filmpje is gemaakt door de Drentse televisie. Roeg, natuurprogramma. En die zijn bij ons bezig filmen afgelopen zomer. En dan kun je een beetje zien op wat voor land de koeien lopen en in wat voor kudde ze lopen. Dit zijn dus kalvers die gewoon bij de koeien lopen. Zijn best al wel wat groter. En hier zie je ook goed die putrussen. Dat zijn die springerige dingen die overal tussen het gras staan. Die wij dus maaien en gebruiken als strooisel. Dit zijn de lekkere billen die we uiteindelijk opeten. Dat spreekt voor zich. Alhoewel we ook veel voorhand eten. Nou, dat ben ik. Met een van de dames.
En dit is eigenlijk het stukken waar ze lopen. Zo ziet dat er een beetje uit. Dus dat zijn niet mooie golfbalveldjes, maar dat is van alles en nog wat. Hier zijn we niet zo blij mee als ze staan te drinken uit de plas. Maar ja, dat kun je niet voorkomen. En ze doen het gewoon goed als ze veel ruimte hebben. Oh ja, dit is het oude bord van de boerderijwinkel. Die stond er al. Nou, ons huis vooraanzicht. Dat oude bord, ja, dat voel ik eigenlijk een beetje oudbollig. Dus daarom ben ik nu wat aan het omschakelen naar boerenbief. En dat bord is inmiddels ook aan vervanging toe, wat je nu ziet. Ik vind boerenbief is toch iets meer pakkend. En het bekt wat lekkerder dan de hoge stoep. En daarnaast is de hoge stoep een natuurgebied hier in de buurt wat heel erg zanderig is. En het ligt een beetje aan de andere kant dan waar wij nu zitten. En er is ook een restaurant wat Hoge Stoep heet. Dus dat bracht veel verwarring met zich mee. Dus daarom heb ik een andere naam gekozen. En dat past ook wat meer bij mij. Ik heb er wel wat mee gewacht, zodat ik het aantal klanten wat ik nog van de vorige eigenaren over kon nemen. Dat was denk ik 25% van wat nu van mijn huidige klantenbestand, zeg maar. Dat wel een beetje rustig tijd had om te wennen aan een frisse wind die we er hier doorheen waaide. Ik zie een opmerking van Trudy, hier wel. Alleen ik weet niet wat je bedoelt met hier wel, Trudy. En ik hoor Jacqueline ook eigenlijk niet meer. Ja, ik ben weer in beeld. Ik weet ook niet meer wanneer dit erbij getypt is. Dus Trudy, als je nog live kijkt... Geef nog even aan wat hier wel is. Dan kunnen we daar ook nog even op reageren. Laten we intussen even wat noemen waar jij te vinden bent op social media. Dat is op Facebook boerenbief. Dus boerenbeef.nl. Ja. Op Insta is dat volgens mij ook zo, hè? Ja. Van boerenbief. Op Twitter ook. Op Twitter dus ook. Ja. LinkedIn. Volgens mij heb je daar geen bedrijfspagina, maar wel jij persoonlijk in ieder geval. Ja, maar moet ik bekennen dat ik er niet zoveel mee doe. Nee. Maar wie weet, als je meer mensen wil hebben die bij jou het vlees komen halen, dan bereik je daar weer een nieuwe doelgroep mee. Ik stuur je wel een linkje hoe je dat... heel snel kan aanpassen. Kijk, goed. ja. Komt goed. Even kijken. Caroline, denk ik. Nog een vraag. Kalven ze allemaal binnen af? Of heb je dan toezicht bij de wei? Ja, de meeste kalven binnen af. Ongeveer 50 van de 60 stuks kalf tussen eind januari, begin februari en begin half mei. En dat laten we zoveel mogelijk binnen afkalven. Maar we hebben op dit moment gelukkig ook de mogelijkheid om de koeien uiteindelijk vrije keuze te geven tussen binnen en buiten. Een paar percelen zijn aan de stal geschakeld. Okay. Dus we hebben een klein groepje wat later afkalft. Dat kalft ergens in september, oktober. Het is absoluut niet onze voorkeur, maar we verkeren op dit moment even in die positie dat we daarmee te maken hebben. En die kalven dan wel in het land af. Ja. En die kalven dan bij huis. Dus die doen we niet naar 3 kilometer afstand. Nee, dat is nog wat in de gaten kan houden. Ja, ja. En moet ik eerlijk zeggen, vorig jaar hebben we 61 kalfjes gehad. Zijn we er één van verloren. En ook 1 koe verloren. Dat klinkt vreselijk. Dat is ook vreselijk. Dat blijft altijd vreselijk. Maar ik ben wel heel blij met die score. Dat is echt heel netjes. En we hebben maar 2 keer is mijn man erbij geweest met afkalven. Echt qua hulp. En 1 keer was hij, toen was het kalf net geboren en zat in het vlies. Dus dan zit hij nog helemaal zeg maar in de zak. Dus die heeft hij snel opengemaakt, anders overlijdt het kalf. En, om lucht weer te krijgen, om adem te kunnen halen. Ja. Juist, inderdaad. Ja. En we hebben 3 keer de veearts erbij gehad. En niet zozeer voor een keizersnee of iets dergelijks, maar meer omdat Limousine heeft een kwaaltje dat ze de baarmoeder mee naar buiten persen. Dus dat hadden we bij 3 van de koeien. En 1 daarvan heeft het dus niet gered, want die had ook een interne bloeding. Maar die andere 2 wel, dan kun je die weer terugstoppen en dan wordt die dichtgenaaid. En dan gaat dat, als het goed is, blijft dat oké. Maar dat is wel een reden dat we ze ook bij huis, een beetje bij huis willen hebben.
toen we hier net kwamen, hadden we wel koeien die, waarvan we niet wisten hoe leuk ze drachtig waren. Dat heb je natuurlijk als je kuddes koopt. Oh, surprise, ja. Dus toen kalfde er wel eens wat in het land, maar het zou niet de bedoeling zijn. Nee. Even kijken, ik weet niet of de hele vraag meekomt in beeld. Ik zal hem even oplezen, van vraag van Jan. Waar in de Achterhoek gaat dat boerinnen-evenement dan plaatsvinden? Dat is bij de Hippe Koeien, bij Carolien Hupkens. We gaan nog een datum daarvoor plannen. Ah, maar ja. Begin van de week was daar nog in carnaval gedruis. Dus vandaar dat we dat even later afstemmen. Dus dat ga ik je zeker laten weten, Jan. Even als de anderen. Ook voor als de huifkaarttocht door kan gaan. misschien wel interessant voor Fine Farm om dat ook te melden, inderdaad. En nog een vraag aan Elvira. Wat missen jullie als deelnemer zijnde aan onze website van Fine Farm? Want die zijn het ook op vrijwillige basis gestart, hè? Om zoveel mogelijk mensen daarin te zetten. Er gaat een nieuwe versie komen in de toekomst. Ik vond het echt super hoe snel jullie dat uit de grond gestampt hebben, Jan. En dat je moest een mailtje sturen met allerlei dingen. Waar ik, dat hebben jullie waarschijnlijk wel door, vrij lang van stof ben. Heb ik dus ook heel veel tekst ingevoerd bij jullie. dat kon, ja. Maar er staan bij mij nog dingen in over de feestdagen. Want dat was op dat moment actueel. Ik zou het fijn vinden als ik zelf mijn informatie kon wijzigen. Want dan kun je altijd actualiteiten vermelden. Bijvoorbeeld, wij hebben standaard openingstijden op vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Maar in de vakantie spelen we daar wel eens mee. Ik heb een jong gezin, dus daar zijn we... ik ben niet altijd open. Ik loop ook graag tussen de koeien. Dus ik ben ook niet altijd in de winkel. Maar in de zomervakanties dan proberen we daar wel wat... bijvoorbeeld de woensdag erbij te pakken of zo. Ja, het zou lekker zijn als dat soort dingen... dat ik dat dan zelf kon wijzigen. En dat ik niet jullie daar steeds voor hoef te stalken. Ja. Nou, heel goed punt. Yes. Even kijken. Trudy. Oh, sorry. Filmpje liep hier wel. Oké, ja, daar zit dan ook de vertraging in. En wij hebben dan weer ander beeld. Zien wij dan wat jullie in de uitzending zien. Dus dat is altijd even kijken hoe het loopt. Maar de koeien in de wei waren dus goed te zien in ieder geval. Gelukkig. En Caroline zegt, LinkedIn is een uitstekend medium. Vooral doen. Kijk. Dan kunnen anderen ook die bedrijfspagina, ook al zet je daar niet veel op daarna, maar dan kunnen mensen wel jou taggen. Dus en dan zien meer mensen dat bedrijf weer. En LinkedIn wordt zakelijk gebruikt. Nou ja, dit is zakelijk, maar ook privé boodschappen doen. Dus laten we dat lekker dicht bij een boerderij doen. We weten waar het eten vandaan komt. Dus, maar goed, zakelijk is voor ons ook interessant, want ik zoek nog steeds verkooppunten die onze rundvlees willen verkopen. Ja, in de horeca bijvoorbeeld. Nee. Eerder campings. Andere winkels. Winkels of campings. Restaurant vind ik een hele uitdagende doelgroep. Ik heb wel een restaurant wat vlees van ons afneemt. Maar wij slachten hele koeien. En die moeten we van kop tot staart verkopen. En restaurants zijn vaak geneigd om de standaard, de luxe, de meest voor de hand liggende delen te serveren. Ja, biefstuk, ja. Haas biefstuk dan met name. Nou, als wij een koe slachten, dan komt er ongeveer 5 à 6 kilo haas van af. Van een totaal van geslacht vlees, hoeveel? Geslachtgewicht ligt rond de 4,5 à 500 kilo. Dus daar houden we denk ik zo'n 400 kilo product van over. En daar is dan 5 kilo haasbiefstuk van. Ja, dus dat loopt dus uit de verhouding. Ja, dus dan zit ik nog met 375 kilo ander spul. En het restaurant waar we nu mee samenwerken, die is... Ruben is een superkok van de Vosseheugde. En die kan met heel veel onderdelen van de koe iets leuks maken. En zij hebben ook een verrassingsmenu op de kaart. Dat maakt het ook wat makkelijker om zoiets te doen. Inderdaad. Maar wat dat betreft, restaurants is nog te uitdagend voor mij op dit moment. Ik zoek het meer in andere winkels waar wij aan kunnen leveren. Of in campings voor barbecue pakketten bijvoorbeeld. Dat soort zaken. Ja. Ja. Nou, ken je een camping in de buurt waarvan je je vakantie geboekt hebt? Vragen of dat ze ook vlees van de boeren die hebben. En dan mogelijk ook van boerenbief uit Drenthe. Even kijken. Jannie Schouten. Leuk dat je er ook bij bent. Jannie, Caroline, Trudy. Goed gedaan. Top. Bloemetjes krijgen erbij. Dus jij kent ze in ieder geval... Jannie is mijn tante. Ah, kijk. Helemaal goed. Ja.
Hier is nog even het adres van findfarm.nl, waar je dus boerderijen die aan huis verkopen kunt terugvinden. En Carolien, zijn de boerderijwinkels al wel bekend met Findfarm? Mijn schoonzus heeft zo'n winkel, maar die kent het nog niet, denk ik. Zal zo even checken. Ja, gelijk doen inderdaad. Zoek even, je kan op postcode plaats zoeken. Kijk even of ze erbij staan en dat ze zich vooral aanmelden. Het kost hen niks en dan wordt de pagina weer meer gevuld. In het begin van die website had het inderdaad van, oh, er staan er heel veel niet op. Maar dat is dus een actie voor de winkel zelf, dus help ze aan herinneren. Nou, volgens mij heeft Findfarm er wel alles aan gedaan om een enorme bekendheid te genereren. En doen ze dat nog steeds. Zeker destijds in december met de acties van de boeren, zeg maar. En dat is denk ik wel een ding, dat hoor ik ook wel eens bij ons in de winkel. Er zijn toen ook boeren geweest. Er was toen sprake van, we bezetten de distributiecentra en we maken een site waar mensen dan hun producten kunnen halen. En daar staan nu ook boeren op, waar je gewoon met je kannetje melk heen kunt en uit de melktank bijvoorbeeld melk kan halen. Maar dat zijn niet echt winkels of zo. En ik denk dat dat onderscheid, daar zou misschien nog wel een slag in te maken kunnen zijn. Dat hoor ik in ieder geval wel eens van klanten, waar ik het mee over die site heb. Ja. Hmm. Dus, kijk, dat was natuurlijk super als het distributie... Nee, dat zeg ik verkeerd. Stel dat de distributiecentrums bezet zouden zijn. Ik bedoel niet dat dat een super actie geweest zou zijn, want daar gaan we het ook niet over. Nee, dat is wel een alternatief. Maar ik vond het mooi van Findfarm dat er toen een alternatief geboden werd. En dat er heel veel boeren die normaal geen producten rechtstreeks aan hun consumenten verkopen, daarop ingesprongen zijn en zich hebben aangemeld van dit keer kan het wel bij mij. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Jan reageert gelijk even. Ik lees het op terwijl ik het nog niet voorgelezen heb. Dat is helemaal duidelijk. Bij de nieuwe versie van de website gaan we ook de mogelijkheid super om een eigen Findfarm account bij te houden. En ja, we zijn met 360 bedrijven begonnen en zitten nu inmiddels boven de 560 plus. Kijk, helemaal goed. Mooi. Super. Even kijken. Carolien, LinkedIn kun je goed gebruiken voor het leggen van zakelijke contacten en om je klantennetwerk te verbreden. Yes. Top. Ik neem aan dat Carolien, dat jij daar te vinden bent ook. Ga ik even bij je spieken. Volgens mij zijn we al geconnect. Dus even kijken of ik nog vragen, antwoorden gemist heb. Ik zal later nog even de socials van Elvira en van mij ook erbij zetten. En dan zit er wel meer dan een uur inderdaad. Dus ik wil Elvira super bedanken dat je de gelegenheid hebt aangepakt en dat we hebben kunnen doen om jou te interviewen. Dat je nu de tijd voor vrijgemaakt hebt en zometeen gaat de winkel alweer open natuurlijk. Ja, ik heb nog even wat te doen, ja. En degenen die live gekeken hebben, ook top dat jullie erbij waren en altijd leuk met de interactie en jullie reacties te horen en de vragen die je dan kan stellen en gelijk kunnen beantwoorden. Deel deze video. Het is een openbare pagina, dus je kunt hem delen, ook in andere groepen. Dan is die nog meer te zien, ook al ben je er nu niet live bij geweest. Caroline Knos zegt zeker, dus dat zij te vinden is op LinkedIn, neem ik aan. Ik weet niet of dat Trudy nog gereageerd heeft. Oh, het filmpje was hier wel te zien. All right. Ja, dan weten we even waar dat... hier wel opsloeg. Ja. Ja. Top. We hebben dat ook weer afgecheckt. Nou, super bedankt iedereen die gekeken heeft. En jij voor de virtuele rondleiding, Elvira. Ja, graag gedaan. En we zien je nog vaak in de pers en de social media tegenkomen. En koop lekker dicht bij de boer. En dan hebben zij er ook een wat betere boterham mee om mee te vullen. Mooi. Dankjewel. Volg onze pagina's en tot ziens. Ik ga afsluiten. Tot de volgende keer. Ben je trouwens boerin en wil je ook zo'n inkijk geven in jouw bedrijf? Ik plan elke vrijdag, laatste vrijdag van de maand, zo'n interview. Dus ken je iemand die daar open voor staat? Of weet je dat zelf? Neem even contact op met mij of plaats het hieronder. Nou, nog even een afsluiting van Carolien. Bedankt, Elvira en Jacqueline. Tot ziens bij de boerinnenuitjes. En bij Test, hoop ik. Ja, we zijn gewoon de proefkonijnen. Dat kan je ook doen, natuurlijk.
Caroline, je bent van harte welkom voor een keer een huifkarretje. Maar de test wordt hem niet, want hij moet over 3 weken draaien. Dus we kunnen het beter een keer met lekker weer doen. Kijk, ja, nou, wie weet, de winter was toch alleen die ene vorstnacht van vannacht en een beetje sneeuw. Dus gaat goed komen. Tot ziens, ik ga afsluiten en super bedankt Elvira en alle kijkers en ook degene die later dit nog terug gaan kijken. Tot ziens!